Van harte goedendag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is het programma waarbij wij u informatie brengen, waarbij we u inzichten geven en natuurlijk de laatste updates wat betreft COVID-19, de pandemie die de wereld in haar macht heeft. En Suriname is daar geen uitzondering op. Dat zeker niet meer na het afgelopen dramatische weekend, zou ik het willen noemen, voor wat betreft COVID-19 in ons land. We hebben een hele tijd heel trots gezegd dat we het konden houden op 10, waarbij er 1 was overleden, 9 genezen waren verklaard. En toen de afgelopen week ineens deze uitbraak, moet ik het noemen, er zijn 13 nieuwe gevallen bij, waarvan in het weekend er 11 zijn bijgekomen. Dat is een verschrikkelijke uitbraak. En dat is absoluut niet mooi als we kijken naar onze situatie. Nou, we praten vandaag in dit programma met een welbekende gast die hier zoveel van af weet. En dat is dokter Ruben Del Prado. Ik ken dokter Ruben Del Prado, dus ik stel voor dat we elkaar tutoyeren. Dat we zeggen Ruben en jij en je. Ruben, welkom in het programma. Hi Marciano, je ziet dat ik druk bezig ben te appen. Ik geef antwoorden aan een heleboel kennissen, vrienden, ook mensen die mijn nummer ergens vandaan gehaald hebben. Van, ik was in Nis, ik heb mensen de hand geschud, ik ben daar geweest. Heb ik risico gelopen, wat moet ik doen? Ik ben veel te dichtbij gekomen en ik woon in het huis met mijn vriendin en haar moeder. Die mevrouw is 80 jaar. Heel veel paniekreacties. Weet je waar het me aan doet denken, Marciano? Aan HIV van vroeger, aan seks. Weet je dat mensen zeiden van, ik heb seks gehad zonder een condoom. Oh jongen, wat moet ik doen? Moet ik gaan testen? Ik ben bang. Je moet niet bang worden erna. Je moet je zorgen maken ervoor. Dus dit is echt een wakker wordt moment voor Surinamers, want we waren een beetje ingeslapen. Ja, toch? En ik weet dat zeker. Dr. Cleopatra Yesrun, bijna elke aflevering van de COVID-19 persconferentie erop gehamerd heeft, bijna tot vervelens toegezegd heeft, COVID-19 is niet weg. Het is gestabiliseerd wat betreft het aantal besmette gevallen, maar het is niet weg. Ik hoor haar dat nog benadrukken. En dan ineens boom, 13 erbij. Was jij verrast daarover? Ja, absoluut niet. Absoluut niet. Het is een virus. Het is geen wonderbaarlijk ding. Het is een virus. Van dit virus weten we dat het van mens tot mens overdraagbaar is door druppels. Niet door andere dingen, gelukkig. Druppels die hoogstwaarschijnlijk, na 1,5 meter of na 1 meter op de grond vallen, dus verder niet andere mensen kunnen besmetten. Daarom hebben we het verzoek aan alle mensen die mogelijk geïnfecteerd zijn, ook mensen die niet weten, om vanaf nu in gesloten ruimtes, en dat bedoel ik niet je auto, oké? Okay? Op weg naar hier zie ik een vrouw met een mond-neusbedekking in de auto. Ik bedoel, please, no? Overdrijf dat ding niet. Als je naar de winkel gaat, is misschien ook een beetje onwetendheid, hè? Het is, en paniek, zoals het je het noemt. Het is paniek. En ik denk dat deze programma's zijn zo belangrijk zijn, omdat we geen paniek moeten hebben. Je moet je nuchtere verstand gebruiken. Want aan de ene kant, Marciano, heb je paniek. Maar aan de andere kant hou je niet aan de basisregels. Ja. Dus die ingewikkelde dingen die je niet hoeft te doen, die doe je. Een mond-neusbedekking in je auto. Een mond-neusbedekking als je op straat loopt. Maar wanneer je ergens komt met veel mensen, dan blijf je gewoon staan. Je moet weglopen uit mensenmassa's. Mm-hmm. Je moet ze niet ze moeten niet dicht bij je komen. Dat is wat we nu moeten doen. Er is nu hoogstwaarschijnlijk gemeenschapsbesmetting. Dus geen besmettingen die we steeds kunnen aanwijzen van wat de bron is. We weten denk ik morgen meer. Want wanneer we inderdaad de bronnen van besmetting kunnen aantonen, kunnen we hopelijk terug naar oranje. Ja. Het ziet er niet naar uit. Community spreading, dat is waar u over praat. En daar komen we zo meteen op. Je had het net over mond-neusbedekking. En veel gehoorde klacht is, die dingen zijn razend duur geworden. Maar je hebt ook een filmpje voor ons gebracht. Je kan het zelf maken. Precies. En we willen de mensen even laten zien hoe dat op een eenvoudige manier kan. Ja. Te kwam pis duku dat je voor na mindri, dat je voor een ete wan lezi, dat je op van odo tu elastiek, zo boon de spesru tu elastiek, futai viri, dat je hara duku, wanse dat je haar atrase tu, hoor wan pis na mindri, ongeveer
een afmeting voor je visie. Ik wanse voeng aan minder. Ik trace voeng aan minder. Tapa trapisi. Ja, akba. Zorg dat je mek 2 of 3 dat ik kan wasden. Ja, en zo eenvoudig kan dat. Ik bedoel, een zakdoek heeft iedereen, 2 elastiekjes kan iedereen vinden. Dus je mond- en neusbedekking is zo gemaakt. Ik wil teruggaan naar het begrip dat je daarnet hebt gebezigd. Gemeenschapsverspreiding. Het is genoemd community spreading over het algemeen. En waarschijnlijk was het een hele tijd een ver van mijn bed show. Maar het zit er nu dik tussen ons. Kun je misschien nog heel duidelijk aangeven wat bedoeld wordt met community spreading en wat het gevaar is van community spreading? Marcianus, de eerste mensen, de eerste persoon is toen positief getest op vrijdag 13 maart. Die mevrouw, dat was heel duidelijk, die mevrouw besmet was in het buitenland. Okay? Nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8, nummer 9, nummer 10. Al die mensen konden we de bron terugvinden. Oké, we wisten precies, geval nummer 7 is besmet door die persoon en alle mensen om die persoon heen zijn toen in quarantaine gegaan. Mm-hmm. Er zijn mensen in quarantaine positief getest, ze waren dus wel besmet. Daarom is die quarantaine van Suriname absoluut geweldig. Ik wil Suriname en het systeem van de publieke gezondheidszorg en alle mensen die daar buiten ook meewerken een compliment maken. Want als deze mensen in de quarantaine waren gegaan, ze hadden geen ziekteverschijnselen, hadden ze mensen besmet. Ik ken een van die mensen. Is echt een man die vreselijk sociaal is. Hij uitgaat en brassas geeft en bossies geeft. Hij is in quarantaine positief geworden. Dus we hebben heel veel mensen beschermd. De bron van al deze mensen was bekend. Wie heeft ze besmet? Nu hebben we een situatie met de laatste 3 gevallen, dat we weten waar die mensen gegaan zijn. Eén schijnt ook in het buitenland geweest te zijn, maar van die 2 anderen weten we tot nu toe niet waar die mensen besmet zijn geworden en ook niet door wie. Dus alle mensen in alle buurten waar ze zijn geweest, waar ze contact mee hebben gehad, die moeten in quarantaine. Maar die mensen die mogelijk ook besmet zijn, gaan ook weer mensen besmetten. Dus je krijgt een situatie waarbij het oncontroleerbaar is. En het is echt niet alleen in het binnenland. Hè. Er zijn wijken in Paramaribo waar mensen ook in contact zijn geweest met de mensen waar we het nu over hebben, die laatste nieuwe gevallen. En als je zo praat, dan kan ik begrijpen dat mensen denken, de kans is heel groot dat ik ook in contact ben gekomen met iemand die besmet is. Wat is de boodschap die u geeft aan de gemeenschap in zijn totaliteit? Want je kunt bijna zeggen, iedereen, zeker met de verkiezingen, mensen zijn zoveel mensen met elkaar in contact gekomen. Vele tienduizenden mensen. Juist. Wat is het advies dat u geeft aan Suriname in dit geval? Kijk, ik ben een van de mensen die een kleine bijdrage levert aan adviezen aan het COVID-management-team, het ministerie van Volksgezondheid, met andere collega's. Ik kan het voorstel doen als epidemioloog, als publieke gezondheidszorgarts, om weer de avondklok te versterken en weer alles terug te brengen en allerlei dingen verplicht te stellen. En dan zijn we straks misschien weer schoon. Dan krijgen we weer een situatie dat we geen actieve gevallen hebben en dan komt er weer 2 of 3. Dan gaan we weer het land afsluiten en dan gaan we weer al die maatregelen nemen en dan gaan we daarmee ook de economie killen. Het betekent zoveel bedrijven, restaurants, de horeca, zoveel dingen die kunnen niet functioneren. We kunnen dat voorstellen en ik denk ook dat wanneer de president de voorstellen krijgt van het managementteam, dat hij ze mogelijk zal overnemen. We moeten voorzichtig zijn met zulke strenge maatregelen. We moeten de brand blussen waar het is. Dus mijn advies is, het is mijn advies, en het is niet het advies dat overgenomen dient te worden. Waar je weet dat er transmissie is, sluit het af. Ga daar je strenge maatregelen nemen. Doe daar je totale lockdown als het moet. Sluit daar de mensen op in hun huis als het moet. Oké? De andere mensen die niet in het gebied wonen, zijn niet veilig. Maar die brand is daar. Als je ergens ziet een huis brandt, wil niet zeggen dat je thuis met lucifers kan gaan spelen. Mm.
Je moet zelf ook proberen dat er geen brand in jouw huis komt. En dat betekent, Marciano, simpelweg, ik neem altijd mijn zeep mee. Ja, precies. Volgens mij, Priscilla, ben ik hier de zesde keer, right? Ik ben de vorige keer even gezegd, je bent alweer hier. Elke keer neem ik mijn zeep mee. Zo'n eenvoudig ding als water en zeep om je handen te wassen. Het virus gaat niet door je handen naar binnen. Maar het virus komt op je handen. Ik raak die tafel dus ook niet aan. Hè? Het is schoongemaakt. Ik heb speciaal gevraagd. Ik zit met mijn ellebogen op die tafel. Maar als er virus op mijn handen komt en ik zo mijn mond en mijn neus en mijn ogen aanraken, dan kan het virus door mijn slijmvliezen naar binnen. Dus die eenvoudige dingen. Als je dicht bij mensen komt, praat niet. Mm-hmm. Praat niet, want dan kan je druppeltjes krijgen. Kijk, net heeft Priscilla mijn microfoon gezet. Terwijl ze het doet, ze kan geen 2 meter afstand houden, dus eventjes niet ja, praten. Ik hoorde je dat tegen haar zeggen. Even niet praten. En dit ding, dit belangrijke ding, is gemaakt van panjestof. Grappig, ik ben met Carla Boeesjes ben ik deze stof gaan kopen. Een middag, het was leuk, we hebben een heel leuk programma daarover gemaakt. Het is panjestof en het beschermt je neus en je mond. Ook dat je je neus en je mond niet aanraakt. Het beschermt jezelf nauwelijks. Het beschermt andere mensen. En Ruben, een veelgebezigde term vanaf het afgelopen weekend is Suriname staat nu op code rood. Wat is code rood? Oké, we zijn heel mooi begonnen met groen, was niks. Toen geel en toen oranje en nu zijn we rood. Rood betekent, dat is een hele griezelige code. Want zoals ik eerder heb verteld, is het nu bijna onmogelijk om van deze laatste mensen die positief zijn getest, te weten wie ze heeft besmet. Dus je hebt iemand die positief is en vroeger van die 10 wisten we precies, dus je neemt die mensen eromheen, soms wel 15, soms wel 20, en die mensen gaan in quarantaine en de mensen met wie zij in contact hebben gehad, hoeven misschien niet in quarantaine, want zij zijn in quarantaine nu en dan tel je 14 dagen. Maar nu hebben we mensen die positief zijn. En we weten niet wie die contacten zijn. En we weten niet wie ze mogelijk besmet hebben. Dus het kan een heel netwerk zijn van verschillende mensen. Door het hele land mogelijk. Die misschien niet eens nog ziekteverschijnselen hebben. Want je hoeft niet altijd ziekteverschijnselen te hebben. Die rondlopen met het virus en andere mensen kunnen besmetten. Ik maak me vooral zorgen. Iedereen moet zich vooral zorgen maken over onze senioren burgers. Wat we nu moeten doen is wakker worden en gezond gaan leven weer. Niet overdraagbare ziekten zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht. Al die dingen kunnen jou doodmaken als je COVID-19 krijgt. Dus dit is niet alleen maar een handenwasding en mond-neusbedekking ding en afstand houden. Als jij COVID-19 krijgt en een heleboel mensen gaan het krijgen. Nog krijgen, jij en ik, mogelijk. Wij moeten ervoor zorgen dat als we het krijgen, dat we niet ziek worden en dat we niet doodgaan. Hoe gezonder je bent, als je suikerziekte hebt, laat het checken. Laat het niet te hoog zijn. Als je hoge bloeddruk hebt, laat het checken. Als je ongezond eet, eet gezond. Zorg ervoor dat je vruchten eet, groenten eet, dat je vitamine binnenkrijgt. Want virussen houden niet van gezonde mensen. Virussen houden niet van gezonde mensen. Ze kunnen je infecteren. Ze kunnen verder niks met je doen. Dus zorg ervoor dat je gaat sporten, dat je gaat lopen. Dat je zo gezond mogelijk bent. Dat het virus je niet ziek kan maken en ook niet dood kan laten gaan. Oké, dat is dus voor de persoon die heel gezond eet en leeft. Die kan het virus hebben. Maar is dat niet reuze gevaarlijk? Want iemand die het virus heeft, kan het wel overdragen. Daarom moeten alle mensen. Zo gezond mogelijk leven en zo gezond mogelijk zijn. En als je weet, goede vraag Marciano, als je weet dat er een seniorenburger is of iemand die een andere ziekte heeft, blijf van die persoon weg. Mijn moeder wordt op 14 augustus 90. Ik ga vaak bij haar, minstens 2 keer in de week, maar ik ga dus niet bij haar dichtbij. Want ik weet niet wat ik in mij meedraag. Ze mag ook verder geen bezoek hebben. Van vriendinnen. Dus ze zit gelukkig beneden. Dus je kan op een afstand, kan je tori met haar praten, je kan op bezoek bij haar gaan. Maar je komt niet dicht bij haar. We moeten haar beschermen, want als zij dit virus zou krijgen, gaat ze dood. Ja, ze behoort tot de zware risicogroep dus. Absoluut.
En dan, Ruben, het eerste geval haalde je net aan, was vrijdag 13 maart. En eigenlijk tot en met het weekend van de verkiezingen stond hij op 10 en leek het 7. Dat waren er 10, 1 dus overleden. Dus even 11 van die Braziliaanse persoon. Juist, zeg maar 11. En dan ineens binnen een paar dagen, 12 erbij. Kunnen we dat zien als een golf? Het is een te verwachten golf. Minuwanchat, takromofo, zoals die oude mensen altijd zeggen. Ik denk dat gezien de snelheid waarmee we inderdaad die nieuwe cases erbij hebben gehad, en we nog niet precies weten waar die besmettingen vandaan komen en wie ze zijn, kunnen wij, wanneer wij niet oppassen, naar 50 gaan. Binnen 2 of 3 dagen. En dan zitten wij aan de grens van onze gezondheidszorgcapaciteit om mensen te behandelen. Niet alleen maar de ICU's en de ventilators en de ziekenhuisbedden, ook het personeel. Ook het personeel zal dan niet meer in staat zijn om deze mensen, wanneer zij ziek zijn, om hun adequate zorg te verlenen. Het is daarom ook erg belangrijk dat een team van epidemiologen, mijn collega's, Ingrid Krishnadat, Stefan Vrede, de infectioloog, die gaan dus echt op onderzoek samen met de dokter, geloof ik, van de BOG. En op het BOG zelf heb je mensen als Melissa Ben en Moes Bromet en Victoria Mopurgo, die zitten in verschillende teams te werken om een soort van detective werk te doen om te kijken van waar is het. Mm-hmm. Zodat we daar kunnen afsluiten. Zodat we aan die Soedatis als Veire en Slijngaard kunnen zeggen, sluit daar af. En dan is er een heel zorgelijk geval. Ik weet dat jij de juiste persoon bent om die vraag aan te stellen. Er wordt gesproken over een besmet persoon die zich in de Anthony Nesty sporthal bevond, waarbij er zoveel mensen zijn. Hoe moeten we daarmee omgaan? Er was niet één besmet persoon in de Anthony Nesty Sporthal Marciano. Er waren vast tientallen besmette mensen. Je weet van één persoon, maar je weet niet van die andere mensen. Dus laten we niet pinpointen op één persoon. Ik heb op televisie gezien dat er op een gegeven moment bijna 500 mensen samenkwamen in de Anthony Nesty Sporthal. Dus kom maar niet zeggen dat er één geval was. Want de mensen komen van alle streken van Suriname. Noord, oost, zuidwest. Dus één persoon is misschien positief getest, maar wat hebben we die 4, 5 die geen ziekteverschijnselen hadden, ook niet getest zijn. Maar dat betekent dat er inderdaad paniek kan ontstaan wat we juist ver moeten houden. Wat is uw advies aan mensen die bijvoorbeeld ATV heeft heel vaak medewerkers gehad in de Anthony Nesty Sporthal, andere media, belangstellende politieke partijen, de werkers van het stembureau Paramaribo. Iedereen, wat is het belangrijkste advies dat u geeft? Let op je temperatuur. Ren niet naar de polykliniek, ren niet naar je arts om te gaan testen, want dat gaat niet zo. Overwhelm, doe geen golf van patiënten of mensen die bang zijn naar je arts. Check je temperatuur. Wanneer je ook maar op enig moment denkt dat je griepverschijnselen hebt, zorg ervoor dat je je afzondert van de rest van je familie. Zeker als er oudere mensen in je huis zijn, zonder je af, ga in je kamer, zorg ervoor dat ze eten voor je brengen. Blijf je temperatuur checken, bel naar je arts, bel naar 178 en dan gaan ze je verder instructies geven. Paniek gaat je niet helpen. Aan de andere kant stel ik voor dat alle mensen een beetje paniek in hun hoofd blijven houden als ze op straat gaan en wanneer ze in de buurt van andere mensen zijn. Hou het een beetje, laat het niet wegzakken, laat het niet weggaan. COVID-19 gaat blijven. Was je handen regelmatig goed. 20 seconden met water en zeep. En raak niet in paniek, gebruik je verstand. Dankjewel Ruben, we kunnen met jou echt uren praten, maar ik denk dat we de belangrijkste informatie hebben doorgegeven. Mensen weten nu wat ze een beetje moeten doen en paniek kunnen we niet hebben. Bedankt voor je bijdrage in dit programma. Dankjewel Marciano voor de gelegenheid. Ruben Del Prado, die ook vandaag weer heel interessant gesproken heeft, maar daarnaast ook heel realistisch is geweest. COVID-19 is niet weg en de verwachting is dat er nog meer komt. En zoals ik altijd mijn programma beëindig, dat is met de maatregelen die worden gepompt in de gemeenschap. En dat is zeker, check je hygiëne,
desinfecteren waar je heel vaak mee bezig bent. De muis van je computer, je toetsenbord, de deurknoppen, etcetera, etcetera. Hou afstand, blijf thuis en was je handen. Voor wat je handen betreft heeft Ruben ook een heel mooi instructiefilmpje gebracht. Ik sluit af met dit instructiefilmpje. En voor wat ATV COVID-19 update betreft zien wij u heel gauw terug. Goeiedag. Stay at home. Een heleboel mensen kopen en zoeken hand sanitizer en ze kopen niet één flesje, ze kopen 10 tegelijk. Omdat het virus inderdaad op je handen kan leven. En hoe komt het op je handen? Als je oppervlakken aanraakt, tafels en ook hier een lichtknop en lichtknoppen en deurknoppen. Daarop kan het virus inderdaad leven. Dus dan komt het op je hand, maar het gaat niet door je handen in je lichaam. Het komt in je lichaam als je je mond aanraakt, je neus en je ogen. En je raakt meer dan 1000 keer per dag je gezicht aan. Meestal met je hand waarmee je schrijft. De rechterhand, niet om dingen uit je oog te halen, eventjes vegen, eventjes iets kribbelen in je neus. En dan kan dat virus via je slijmvliezen van je mond, je neus en je ogen in het lichaam komen. Heel eenvoudig, omdat het virus eromheen een kroontje heeft. Daarom heet het een coronavirus. En dat kroontje wordt opgelost, weet je door wat? Door zeep. Door zeep. Goed wassen. De binnenkant van je handen. Tussen je vingers. Ook de achterkant van je handen. Goed wassen. 20 seconden. En dat is 2 keer happy birthday zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 20 seconden. Kaboom. En dan spoelen. Goed afspoelen. En als je een tissue hebt of een stuk papier, liever niet met een handdoek. En ook zo uitdoen, afschudden en dan, als er virus op je handen was, dan is dat virus nu weg. Opgelost door zeep. Ik heb gezegd dat het erg belangrijk is om op te passen met oppervlakken. Oké? Dit is gewoon chloor, chloor wat je koopt in de winkel. 1 deel chloor en 9 delen water. En een doekje, elke dag bij ons thuis, vegen we de oppervlakken in de keuken af. Maar ook de deurhendels vegen we af. En de lichtknoppen vegen we af. En zelfs als je naar de winkel gaat en boodschappen hebt gedaan, even die boodschappen afvegen. En voor een paar centen koop je een spuitfles. En dan is het een stuk makkelijker. Nogmaals, niet puur, 1 op 9. En dan kan je het afspuiten. Aboom, virus weg. Stay at home. Coronavirus just landed, we didn't expect.